breekt een mooi moment aan nu voor het hobbycentrum Kuik. We hebben hard gewerkt aan de voorbereidingen en dat heeft in ieder geval geleid tot een pand van Mooiland. Woonmaatschappij Mooiland die ons ontzettend heeft geholpen om dit voor elkaar te krijgen. Maar we zijn nog niet klaar, dat zult u dadelijk zien. Waar het nu even om gaat is dat we blij zijn met de officiële overhandiging van de sleutel voor dit pand, zodat we na vandaag hier aan de slag kunnen. Oké, alsjeblieft, dan gefeliciteerd met de sleutel. Dankjewel, dankjewel. We gaan het openmaken en we gaan naar binnen. Geen ballonnen? Klappen, hè? Ja. Hey, hij doet het! Ja! Dames gaan sowieso op het voet. Dat ben ik ook. Nee, jij niet. Nou, welkom. We zijn binnen in ons hobbycentrum. En dat is een pand aan de Molenstraat in Kuik, wat we gaan huren van woonmaatschappij Mooiland. En die heeft ons zogezegd heel erg goed geholpen. En die hebben het pand zodanig voorbereid dat wij met nog wat opknappen bezig moeten. Maar daar blijft het dan ook bij. Want daarna gaan wij onze spullen her en der ophalen die we al van deze en gene gekregen hebben. Gereedschappen, machines, stoelen, tafels en wat iets meer zij. Kortom, er komt nu veel werk aan de winkel. En ook voor wat betreft de financiën, om maar eens een belangrijk onderdeel te noemen, moeten we nog een slag maken. Maar daar vertelt onze penningmeester dadelijk wat verder over. En ik denk dat het ook mooi is dat we jullie iets laten weten van wat nou dit hobbycentrum precies gaat doen en hoe dat gaat werken. En daar zal Lidwin dadelijk wat over vertellen. Maar nogmaals, op dit moment, ik kijk even naar Ellie Pansier, de directrice van stichting, de woonstichting Mooiland. Erg bedankt voor dit onderkomen. We begrijpen, het is voor 5 jaar, maar dat is voldoende tijd om de follow-up weer voor te bereiden. Heel erg bedankt voor jullie medewerking alvast. En de relatie was tot op heden goed en ik zie geen enkel probleem in de relatie voor de komende 5 jaren. Dankjewel tot nu toe voor jullie medewerking. En bij mij heb ik de penningmeester en die is in dit geval ook heel erg belangrijk, hè? Want ja, het pand is leeg. Ja, klopt. Wat gaat er gebeuren allemaal? Ja, wat er gaat gebeuren is, nou, voordat wij hobby's uit kunnen voeren, zal het pand ingericht moeten worden. Daar hebben we geld voor nodig. Gelukkig heeft een aantal instanties, zoals de gemeente, heeft ons subsidie al gegeven. We hebben ook toezeggingen gekregen van het SWOC, zodat we daar verder mee kunnen. En we gaan, het SWOC? Stichting Welzijn Ouderen Kijk. Ook van de wijkraden hebben wij al toezeggingen gekregen, of zelfs al geld overgemaakt gekregen. En dat is ons startkapitaal. Alleen dat is onvoldoende. Dus wij gaan nu fondsen aanschrijven om daar initieel alle kosten die wij kunnen maken, om die te kunnen betalen. Zoals moet je denken aan tafels, stoelen, een keramiekoven, noem maar op, een draaibank, dat soort zaken. Dat kost behoorlijk geld. Dat kunnen wij niet zo uit onze huidige middelen financieren. Daar zullen wij fondsen moeten aanspreken en daar het geld voor moeten krijgen. En verder zijn uiteraard ook donaties welkom van iedereen die ons een warm hart toedraagt. Ja, nou bij deze een oproep, hè? Sponsoren gezocht? Precies, sponsoren gezocht. Mensen die, bedrijven die ons willen helpen hiermee. Neem contact op met ons. We hebben op dit moment nog geen website, die zijn we aan het inrichten. Maar u kunt wel als contact met ons opnemen via info@hobbycentrumkuik.nl. Wat kunnen jullie zoal gebruiken van mensen die zeggen van nou, ik heb hier nog een prachtige tafel met 6 stoelen of kasten of wat? Alles is welkom, vooral tafels, kasten, stoelen. Het is op dit moment van harte welkom. En uiteraard geld om de duurdere dingen te kopen. Zoals gereedschap, zoals ik al zei, die keramiekoven die behoorlijk wat geld gaat kosten. En dat soort zaken allemaal, dat hebben we gewoon nodig.
En voor wanneer? Nou ja, voor wanneer willen jullie openen? We willen openen per 1 oktober van dit jaar. Dat wil zeggen dus hoe eerder we het geld binnen hebben, des te eerder kunnen we zaken gaan kopen en de boel inrichten. Inmiddels zijn we dus bovenaan beland, want ja, het is echt een gigantisch huis, of niet? Lidwin, hi. Hi. Ja, we lopen hier nu rond. Zojuist waren we beneden, nu zijn we boven. Ik raak al een beetje de weg kwijt. Wat was het hier vroeger? Oorspronkelijk waren het gewoon twee aparte huizen. Ik weet niet wanneer het geweest is, maar ze hebben beneden een doorgang gemaakt. Zodat je van de ene pand naar het andere pand kunt lopen. En het ene pand is een kantoor geweest. Volgens mij is dat een uitzendbureau geweest. En het andere pand, dat is een woning geweest. Want er staat toch een hele keuken waar we gebruik van kunnen maken. En omdat wij met oudere mensen te maken hebben, die misschien niet erg mobiel zijn, hebben we gevraagd aan Mooiland om een opening te maken, ook in de eerste verdieping. Dat is niet deze, want deze opening zat er al, dus we hebben hier enorme ruimte. Dit was waren vroeger twee aparte slaapkamers. Maar als we die kant op lopen, dan lopen we naar het andere pand. Ja, en vandaar dat daar ook een toilet en een bad is bijvoorbeeld. Ja, die laten we zitten, want het is, dat kostte veel moeite en kosten om dat op te ruimen. Dus we gaan er iets anders mee doen. Waarschijnlijk wordt dat een soort opslagruimte. Ja. Je hebt nu heel veel verschillende ruimtes, grotere, kleinere, van alles. Wat gaat er allemaal gebeuren in jullie nieuwe hobbycentrum? Nou ja, de meeste mensen die wij 2 jaar geleden gesproken hebben in het MFA-gebouw in de Valuwe. De meeste mensen die willen graag gaan tekenen of gaan schilderen of hout bewerken, kleien, keramiek. Dus dat is eigenlijk de hoofdmoot, maar we hebben natuurlijk ook kleinere groepjes. Puur hobby, het creatieve, het maken. Dus van hout iets maken, van klei iets maken, op papier iets zetten. Of misschien ook wel tuinieren, want wij hebben hierachter ook nog een tuin. Dus het is echt creatief bezig zijn. Vanuit niets iets maken, dat kan van alles zijn. Het kan iets nuttigs zijn, maar het kan ook gewoon iets moois zijn. Ja. Je zei net van onze doelgroep is een beetje de oudere mens, maar mogen er ook andere mensen komen? Zeker, want bij ons is, we willen uitgaan van een minimale leeftijd van 18 jaar. Maar we weten gewoon uit ervaring ook vanwege de bijeenkomsten in het MFA-gebouw dat de meeste mensen ouder zijn dan 50 jaar. Die komen ook voor de gezelligheid, voor een praatje. En daar gaat het eigenlijk ook om. Dat mensen uit hun huis komen, hier naartoe komen, contacten maken en niet achter de geraniums blijven zitten. Ja. Nu is het zo dat mensen dan ook bijvoorbeeld spullen hier kunnen laten liggen, bijvoorbeeld als ze met een houtsnijwerk bezig zijn bijvoorbeeld? Ja, dat is wel de bedoeling. Je hoeft niet alles mee naar huis te nemen. Want als je bijvoorbeeld naar een wijkgebouw gaat en je gaat tekenen, moet je alles meenemen. Want die tafel moet schoon worden gemaakt, hè, voor de volgende dag. Hier kun je je spullen laten liggen. Er komen kasten, dus daar kun je je kleiwerk of je tekening of wat dan ook laten liggen. En dan kun je de volgende week of de volgende dag weer verder gaan. Dat ligt eraan van hoe het rooster in elkaar wordt gezet. Jullie hopen over een paar maanden open te gaan. Er is natuurlijk nog heel veel werk te doen. Maar dat is misschien ook wel een leuke hobby voor sommigen. Maar dan, hoe vaak zijn jullie dan open? We beginnen in ieder geval in de middag. We willen graag 5, misschien 6 middagen in de week open zijn. En het kan uitlopen naar de ochtenden, maar zover zijn we nog niet. Want we hebben een aantal deelnemers die hebben gezegd, we doen mee. Maar als het meer worden, dan kunnen we natuurlijk gaan uitbreiden. En daarnaast hebben we ook gesprekken met de GGZ. Dus dat is een andere doelgroep die wij willen helpen. En die krijgen ook een bepaald tijd om hier de hobby uit te voeren. Ja. Dus dat gaat allemaal nog ingevuld worden ter zijner tijd? Ingevuld, ja. Ja. Maar het moet allemaal gaan groeien, hè? Het is allemaal heel pril. Ja. Nou, dit is in ieder geval een mooie start vandaag. Jullie hebben het pand. Jullie kunnen nu vooruit en wat het in de toekomst wordt. Wij komen graag nog eens kijken als dat mag. Heel graag. En dan ben ik ook benieuwd hoe ver we, wie er allemaal komt en wat ze gaan doen. En wat we allemaal met elkaar kunnen maken en inspireren natuurlijk. Ja. Dankjewel en gefeliciteerd met dit prachtige pand. Dankjewel.